Jean, hoe is het om te zien dat de kappaardjes niet gewonnen hebben? Wel, ze hebben natuurlijk niet gewonnen. Maar wie de finale haalt, verliest niet. Daar zijn we altijd van uitgegaan. We hebben eigenlijk van meet af aan bijna niet kunnen geloven dat we de finale zouden halen. Maar toen dat vorige week bleek dat het wel het geval was, heb ik gezegd, we zijn gewonnen. Ja. Als je de bekerfinale speelt, de wereldbeker in de voetbal, is er een winnaar. Maar het zijn die twee ploegen die de dienst uitmaken. En dat was vandaag ook zo, omdat het over zeker gelijkwaardige kandidaten ging. Kwalitatief, ook qua integriteit. Het was een heel mooie finale. Het was heel muzikaal. Het was niet plat. Het was niet vulgair. Het was niet rot commercieel. Die twee kandidaten, of die drie moet ik eigenlijk zeggen, zijn gegaan voor hun ding. En daar wil ik mee zeggen wat ze het liefst zingen, wat ze het best kunnen. En niet van wat de commercie of de marketing hen opdringt. Dat zijn op dat gebied zijn ze elkaar waard. En dat vind ik een hele vooruitgang in dit soort wedstrijden. Ik wil de vorige wedstrijden niet afvallig zijn, uiteraard. En zeker niet die kandidaten en die winnaars. Maar dat je met zo twee mensen kunt eindigen, vind ik een grote luxe. En daar genieten we dus op dit moment ten volle van. Natuurlijk is er een winnaar. Wij hadden ook graag die winnaars geweest, uiteraard. Maar we zijn geen verliezers. Zo voelen we het niet. En we gaan verder. Het komt wel goed. Ja. Het was echt wel een droomfinale dan, hè? Het was zeker een droomfinale. En Chris en ik hebben dat... Voorspeld? Nee, we hebben dat niet durven hopen. Want er was helemaal geen complottheorie. Die is er nooit geweest. Maar we hebben het niet durven hopen. Maar we hebben altijd gezegd... Ach, we zullen nooit onze droomfinale halen. Udo en de Kappaards. Want die of dat of zo. Ja. Of we zijn te eigenzinnig. Of de Kappaards zijn wat te moeilijk. Allee, we hadden niet anders dan doemscenario's in ons hoofd. En toch is die droom uitgekomen. Daarom dat ik zeg, er is geen verliezer. Er is wel een winnaar. En heb je als coach de verliezers goed kunnen opvangen? Ik kom je net te zeggen dat er geen verliezers zijn. Ja, maar de kappaarsjusjes dan. Hè? Heb je jouw kandidaten goed kunnen opvangen? Dat was geen enkel probleem, want dat allemaal op voorhand goed. Dat was ook al gecoacht. Ik heb gezegd, er wordt niet verloren vandaag. En zij voelen het ook helemaal zo niet aan. Hè? Dat zijn zo die mensen zijn zo integer en zo dankbaar dat ze zo ver geraakt zijn. Dat winnen of niet winnen, echt geen rol speelt. Ik weet dat het een beetje ongeloofwaardig klinkt, maar het is gewoon zo. Ja. Wat staat hen de volgende weken te wachten, de Kappaards Sisters? Rust. Vooral rust. En dan gaan we eens beginnen praten met mogelijke platenfirma's en sponsors enzovoort. Want ik wil ermee verder. Ja. Je gaat er persoonlijk op toezien dat zij zeker nog op het podium gaan staan? Ik ga er echt persoonlijk op toezien. Dat is echt zo, ja. Okay. Ja. Misschien nog een laatste vraagje. Wat wens je Udo en de Kappaards Sisters toe? Ik wens hen toe dat ze heel gelukkig worden in dit vak. En dat ze zich niet laten beduvelen door het systeem. Dus dat ze niet in de vallen trappen waar een artiest die even in de picture staat, die vallen liggen klaar. Die putten liggen overdekt met dunne takjes. Ik wens hen toe dat dat niet gebeurt. Maar ik ben er nogal zeker van dat het niet zal gebeuren, omdat het heel verstandige mensen zijn ook. Oké, hartelijk bedankt voor dit laatste interviewtje. Het is heel erg gedaan.